Hoe is het? Welkom bij je diepe, intuïtieve tarot-reading met Annemiek Nu van Tarot en Zo. Het thema voor jou nu is liefde. Het is echt heel bizar, daar was ik mee begonnen met ram. Ik moet ook niet van ram naar vissen toe gaan. En ik ben het vergeten te zeggen bij al die anderen, mijn hemel, alsof kreeft helemaal achteraan staat. Ja, oké. Okay. De boel ontploft terwijl ik een wolf zie. En een vos. Die twee die lijken heel erg op elkaar. Yes. Jij en je partner. Jullie zijn van dezelfde familie. Dat betekent dat jullie behoorlijk de neuzen in dezelfde richting hebben staan. Jullie hebben allebei een kalme blik. Jullie kunnen elkaar vinden in kalmte, in genot, in bed, op de bank, als het rustig is, op vakantie. Misschien is het tijd om een vakantiemaatje te zoeken als je geen partner hebt. Ja. Je gaat iemand ontmoeten als je niemand hebt, met wie je over heel veel dingen hetzelfde denkt. Echt heel fijn. Echt heel fijn. Jullie hebben, nogmaals, krijg dat weer door de neuzen dezelfde kant op staan. En zowel een vos als een wolf hebben ongelooflijk goede reukvermogens. Een vos is ook iemand die sexy is. Die sexy gevonden wordt ook. En een wolf is trouw. Ik bedoel, dit is echt een perfecte combinatie. Oh wauw, dit is echt een perfecte combinatie, Kreeft. Dit is heerlijk voor je, of wie er dan ook kijkt. Je kan ook kijken als je maan, Venus in Kreeft hebt staan. Of als het je ascendant is, dan is het zelfs heel erg krachtig. Leuk dit, leuk, leuk. Hé, ik trek de kaart op de kop. Even kijken. Oh, ik heb ze allemaal op de kop. Dus hij geldt gewoon. Oké. Kelken 8. Wat er eerst moet gebeuren is dat je iets moet loslaten. Misschien zit je nog in een relatie of in het laatste stukje ervan. Misschien ben je al gescheiden, maar de scheidingspapieren. Of je moet misschien nog iets afmaken. Dit is de kaart van iemand die niet de gemakkelijkste weg kiest. Je kiest niet de gemakkelijkste weg. Je bent zoals een zalm. Is dat een zalm die stroomopwaarts zwemt? Zo weten zalmkwekers ook altijd of een vis nog gezond is. Van hé, zwemt die nog tegen de stroom in? Volgens mij is het een zalm, maakt niet uit. Je hebt niet altijd de gemakkelijkste weg gekozen. En weer ontploft de boel. Dit is echt heel sexy. Dit is echt heel sexy. En als je zin hebt in vrij, alsjeblieft, zeg ga ervoor. Kijk eens eventjes. Dit zijn twee verschillende zwanen, zou je kunnen zeggen. Jullie, de lovers, de geliefden is deze kaart. Het is echt fantastisch dit. Echt een van de beste lezingen, zeker over liefde, die ik ooit gegeven heb. Ja, ik doe het werk nog niet zo heel erg lang hoor, maar dan alsnog. Er zijn verschillen, omdat hier zijn ook verschillen. Maar de familie is wel hetzelfde. Jullie zijn wel allebei zwaan. En zoals een wolf trouw is aan zijn partner voor de rest van zijn leven, is een zwaan dat ook. Dus de belofte is heel veel trouw. Heel veel trouw. En voor diegene die nog een oude situatie los moeten maken, het heeft te maken met iemand die graag wilde regeren. Dat is eigenlijk alles wat ik daarvan wil zeggen. Zwaarde koning. Iemand die graag zijn waarheid wilde verkondigen. Of haar waarheid. Niet zo fijn. Dit is een goede spiegel. Dit is een goede spiegel. Samen, dit is het mooiste deel er zelfs nog van, ga je echt ervaren wat liefde is. Wat ware liefde is. Of onvoorwaardelijke liefde. Ik wil nog niet eens garanderen dat je dat dus binnen dat huwelijk gaat vinden bij elkaar. Maar je gaat er begrip van krijgen. Wat is ware liefde? Wat is echte liefde? Wat betekent het voor mij? Hoe geef ik liefde? Hoe ontvang ik liefde? Ben ik liefde?
Er gaan ongelooflijk fantastische dingen voor je gebeuren. Ik ben heel blij. Kan ook zijn dat het over vriendschappen gaat. Of misschien zit je te denken, ben je helemaal niet met liefde bezig en zo. En zit je te denken aan een zakenrelatie. En wat ook zou kunnen zijn, omdat het dus dezelfde familie is, gewoon tot twee keer, dat je uit de kast gaat komen. Niet de gemakkelijkste weg, maar alsjeblieft ga ervoor. Kies voor jezelf. Ik vind het schandalig dat overal in de wereld, zelfs nog in Nederland, hier in dit dorp ook, ongelooflijk, dat mensen nog steeds zo bekrompen denken over homoseksualiteit. 1 op de 7 is homoseksueel. Bij jou in de straat, hoe groot is jouw straat, hoeveel mensen wonen daar? Kan je nagaan hoeveel mensen er dus in de kast leven? Niet meer doen. En als dat niet over jou gaat, maar over iemand die je kent. Ik voel bij een enkeling van jullie, een aantal zelfs, dat je vermoedt dat een van je kinderen homoseksueel is. Alsjeblieft, gun diegene geluk. Gun diegene geluk. Yes. Niet de gemakkelijkste weg. Maar absoluut de moeite waard. Want liefde. Liefde, liefde, liefde. Heel mooi dit. Heel mooi. Ik zei het tegen tweelingen ook al. Dat was ook een mooie lezing. Gefeliciteerd op het einde. Maar dit helemaal. Ja, top. Deze kaarten zijn ook van mij. Deze clips zijn ook van mij. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Zeker als je de poort van de vorige week gemist hebt. Abonneren, mis je nooit meer iets. Dag lieverd.